Hier komt hij, Frank van den Broeke, winnaar van Gent-Wevergem. Als je de beelden van toen nog een keer herkijkt, dan zag je wel dat ik even gelukkig was als Frank. Dat is natuurlijk een supergevoel als je beste vriend, als je, ja, je broer zo zegt, wint. En dan stond samen op het podium. Ik demareerde op de Meesenberg. En de Meesenberg is eigenlijk een kleine helling dicht bij Ploesteert. En die helling kennen we natuurlijk als onze broekzak. 50 meter toch al de voorsprong van Nico Matan en snoeihard hoor. En dan was het de bedoeling dat Frank na mij ging demareren op de lichte helling naar Heleveld toe. En dat is eigenlijk zo aflopen. Hij had dan wel niet ganse nog mee in het wiel. Maar oké, wij waren dan met 2-1. Patrick, kort, sprinten of demareren? Demareren, zoals hij nu doet. Voilà. Ik had al een keer gedemareerd, maar ik had kramp. En dan gaat Frank eenmaal, dan gaat Michalsen hem terug gaan halen. Dan ga ik terug een tweede maal. Dan haalt Michalsen me terug in. En dan gaat Frank, en dan weet je natuurlijk wel dat, ja, dat Michalsen geen verhaal meer heeft tegen die laatste demarage van Frank. Het is gebeurd. Michalsen moet buigen voor de overmacht. Ik ben er 100% zeker van dat Frank ook graag had dat ik won die dag. Maar ook geen Frank won, en dat was dat voor mij. Maar voor mij was dat juist hetzelfde. Je had het hem gegund. Maar ik wilde dat hij wint. Maar ja, hij was kapot gewoon. Hij heeft alles gegeven. Mijn top 3 voor zondag. 1 is een vriend van mij, Jens de Busseren. En laten we dan zeggen 2 Sagan en dan 3 Jurgen Roelands, die toch klaar is, denk ik, voor het klassieke voorseizoen.